Kom maar van achter. Ah. Wist jullie al dat ik je bij Inkassen op de skateboard ga geven? Wist jullie dat al door skis? Gratis skateboarden zijn! Wat een leuke skateboard! Oké, voor deze video begint, ga ik jullie snel mededelen dat als ik 1000 subs haal, 1000, 1k, dan geef ik deze plank weg. Het is geen plank van de gekste skatemerken die er is, maar zero, alles zero. Is niet alles zero. Trucs van Tensor en een plank van zero. Wieltjes van, voilà, ik weet niet, man. Maar kijk, zie zelf maar. Ik heb die gewoon weg. Gewoon gratis en voor niks, man. Oh. Hey, yo, de mannen. Deze is wat 2 weken stage met u doe. Nu, ik heb wel wat gepland vandaag, dus ik ga me eerst even klaarmaken en dan zie ik jullie direct. Ik weet niet of er hier mensen zijn die een pakje ouder zijn dan mij, zo iets van 2, 3, 24. En die hun stage duurt dan een half jaar en die krijgen onbetaald. En die denken bij mij, wat de... Waar klaag je over 7 dagen? 14 dagen? 2 keer? 10 dagen, want het weekend moest ik niet doen. Ik kan er maar 1 ding over vertellen, dat is gewoon een meme dat ik heb gezien. Ik heb die gedeeld en sinds ik die had gedeeld, zeg ik letterlijk op iedereen van mijn klas dat ook op hun verhaal staan daarnaast. Ik zet hier net even 20 seconden naar buiten te staren en ik dacht echt, het leven draait toch echt gewoon om de zomer, of niet? Voor ik iets doe, drink ik een mooie glas water of tas, want ik heb geen glas niet meer. Oh, ik heb al een glas. Oh, kijk, ik al. Veel water drinken, hè. Wantertomlaan. Joepie, we gaan zwemmen. Ik ga bandjes trekken. Ja. Allee, wij gaan bandjes trekken. Op naar de sportoase. Oké, dus het is voor mij nog niet helemaal vakantie nu. Ik heb nu nog een weekend dat ik moet studeren voor die mondeling waar ik al over heb verteld in de video bijeens, denk ik. Nu, op deze moment, voor dat studeren ga ik subiet naar Cody waar ik vorige keer ben gaan zwemmen. Maar eerst ga ik nu zwemmen met ons mama. Dankjewel. We zijn in sportgewazen, even baantjes trekken. Ik weet niet dat hij gevraagd om mee te gaan, dus ik denk oké, is goed. Is goed, ik zal er eens mee gaan. Hè? Ja, ik ga zwemmen, hè. Ja, ik kan zwemmen, zijn mama. Mijn chest gaat... Nu, ik heb jammer genoeg nog geen GoPro, dus ik kan niet shots van daar maken, jammer genoeg. Ik kan mijn gsm meepakken en misschien daar dom dingen filmen van binnen, maar ha, ik moet echt een GoPro hebben, ik blijf dat zeggen. Maar kijk, ik heb ook nog goede nieuws. We hebben daar juist onze vakantie vastgelegd waarschijnlijk. Het is nog niet helemaal vastgelegd, maar nu zijn we echt op een deftige plek en vervoer en alles is geregeld. En we gaan waarschijnlijk naar een hotel. Ik ga er nog niet te veel over vertellen nu. Dat wil wel zeggen dat ik sowieso een GoPro ga halen, want we gaan naar daar. Normaal doe ik zelf deze echt niet, maar... Ik heb de deur zo. Ik ga dan zien ze, man. Ze willen nog eens zwemmen. Tussen de dansende mensen. Ik vind blijkbaar nog wel al daar gaan zwemmen. Bij eerst een keer. Ja. Je voelt echt dat goed doet, hè. Voor je rug en je spieren en zo. Maar voor de rest, ik vind dat wel. Allee. Het is wel saai of zo, gewoon baantjes trekken. Ik kan wel saai. Ja, en dan zijn we al die andere mensen in dat bed. Het is goed en het is wel tof, maar ik vind het is wel niet iets dat ik altijd zou doen als sport. Nee. Dan ga ik liever fitnessen of skaten. Maar ik vind het wel leuk dat ik eigenlijk eens iets met u kan doen in plaats van dat ik alleen maar, ja. Plak er op mijn deur, geliefde deur niet op slot te doen. Kom ik aan, is de deur op slot. Moet ik naar beneden, krijg de sleutel, terug naar hier, deur open, terug naar daar, huh? Terug naar hier. Hm? Ik merk echt dat als ik zo ga zwemmen, dat dat goed is voor mijn rug en voor mijn armspieren. En daarna voel ik ook echt wel die pump, maar ik heb ook geprobeerd om krauw te zwemmen, maar ik weet helemaal niet of ik dat goed doe. Ik weet niet, weten jullie dat? Zoals ik al heb gezegd, het laatste dat ik moet doen voor school is een mondeling. Dat gaan we over het lessen, dan gaat er een soort jury zitten. En die gaan gewoon allemaal vragen stellen over alles van het lessen, alles wat we maar hebben geleerd. En dan moeten wij dan op kunnen beantwoorden en dan gaan ze... op wat je antwoordt, nog dieper ingaan. Zo gaat dat eigenlijk de hele tijd door. Nu, ik weet zo goed als alles, maar je begint met een vraag dat je trekt. En het zijn die eerste vragen die soms nog wat ingewikkeld zijn. Dus die moet ik even studeren. Dat zijn er een stuk of 60 in totaal. Maar dat gaat over alle soorten, verschillende soorten lessen die er zijn. En een krimp en vervormingen. Maar vanaf dat je die eerste vragen beantwoord, kan ik altijd zelf wel verder gaan. Nu snap ik, dat is niet altijd even gemakkelijk, dus ik ga subiet naar Cody en ik ga samen met hem een keer al die vragen overlopen. Ik heb alle antwoorden. We gaan dat mondeling elke bij elkaar een beetje toepassen, zo. Elkaar een beetje trainen. Een studeervlog. Yes. Nice. Nu, ik ga direct naar daar trekken, maar wat ik ook nog even wil laten zien is... It's getting real! Brussels Airlines! Hoor het, mannen. Hetgeen wat ik heb gevonden online, is het! Woo! Vakantie confirmed, dat zei. Hé, hey, waarom vertelt jij al naar waar we gaan? Waarom zeg je dat, man? Je mag dat nog niet zeggen, man. Ah.
Dat wordt gepiept. Ja, dat wordt gepiept, sowieso. Dat wordt gepiept. Ik vind het wel gierig dat normaal gingen we naar Ibiza met z'n allen. Ik en Alka en een vriendin van Anthony. Maar nu gaat dat niet door, want Ibiza gaat waarschijnlijk iets te duur zijn. Tegenover wat we ervoor krijgen. Dus nu hebben wij de afgelopen 2 weken nog op zoek geweest naar iets anders en vonden wij niet echt iets. Ik liet die mannen eigenlijk gewoon 2 weken wat kiezen wat ze gaan doen, want dat is elke familie en die dan. Dan vind ik het... Dan heb ik liever dat zij allemaal overeenkomen, zoiets van oké, dit is chill en dan kan ik mee. Maar nu was ik dus aan het wachten totdat zij eigenlijk ermee ging afkomen van oké, dit wordt het. Maar dat gebeurde maar niet. En nu is het al... Het is al eind juni, dus het werd een beetje kantje boordje. Nu letterlijk, ik tik 1 ding, een bestemming. Ik vind iets, het eerste zoekertje. Kei mooi hotel, kei mooi uitzicht, kei mooi zwembaden en zo rond het hotel. En de prijzen allemaal super zot. Hoe dat wij van het vliegveld naar daar gaan geraken en zo. Allemaal geregeld, super nice. En dat wordt het dus ook uiteindelijk. Dat is letterlijk het eerste ding wat ik opzoek. En dat wordt het gewoon. Maar dat is echt super ziek. Vind ik wel grap, allee. GoPro komt eraan. Ik ben letterlijk nu de betaling aan het bevestigen. Pijnlijk voor de bankkaart, maar... Gold voor de content. Ik moet nog 1 keer op bevestigen drukken en... It is done. Overschrijving is gelukt. Als kleine hint kan ik nog zeggen, voor de kust van Marokko liggen de 7 bij Spanje bijbehorende Canarische eilanden. Ik heb trouwens ook nog nieuws in verband met mijn tattoo. Ik zeg het, er is nog niks zeker, er is nog niks beslist, maar ik heb een nieuwe soort artiest of tattoo shop gevonden waar ik wel vertrouwen in heb. Ik zeg het, die foto van die skatertrick is echt al een jaar oud nu. Maar ik denk er al zo lang over om dat te doen. En ik zie er elke keer opnieuw naar uit en ik... Man, ik wil dat echt, joh. Ken je nog de plaats van dat tattoo? Komt door die YouTuber Gio. Hij heeft op zijn linkerarm hier iets gezet. En de betekenis achter die tattoo vind ik ook echt heel mooi. En dat is zeg maar een soort... Ik weet niet of ik het goed zeg, maar ik denk dat dat een of andere soort... wereldbol is. En door die wereldbol heb je een soort kompas of zo, het noorden, nooit overgeven zonder... Die tattoo wil eigenlijk zeggen dat je de wereld is van u. Je kunt doen wat jij wilt, vol gedromen. En ik weet niet hoe het komt, maar ik vind dat die tattoo van skaten bij mij ongeveer dezelfde betekenis heeft. Want zo zit ik nu in elkaar, zo kijk ik nu ook naar het leven. En tegelijkertijd ben ik zo trots op wat ik heb kunnen waarmaken in skaten. Ik zou nog steeds nog veel meer willen doen. Ik kan echt niet geloven dat ik zo'n vette foto van mezelf heb. En als ik dan ooit een tattoo zet en dat is zoiets uniek, echt iets van mij, dan... Plus wat ik had verteld over die dude in Oostenrijk. In Spanje bedoel ik dat toen achter de kassa die tattoo had, dat ik ook van dacht van wow. Ik voel gewoon dat het echt wel kan, joh. Ook zo als ik dan later ga vloggen. Dan gaat die zo hier staan. En die gaat naar u gericht zijn. Dan gaat die hier letterlijk in de camera staan. Dan moet ik die niet meer in het hoekje zetten. Dat gaat echt zo... Dat gaat echt van mij zijn, man. Er zijn dus allemaal dingen die hier aankomen. Maar nu is het nog even studeren, nog even een weekendje strijden en dan... Nu ik weet dat wat wij moeten studeren, dat ik daar wel rap. Nu ik weet dat wat ik moet studeren, dat ik daar wel rap... Allee, jongen. Nu ik weet dat wat ik moet studeren, ik ga daar rap kennen, dus ik ga niet te lang bezig zijn daarmee. Dus we gaan ook nog wat kunnen zwemmen vandaag. Een beetje dom doen. De zon schijnt, maar dan schijnt hij weer niet. Dus het is zo wat een beetje bewolkt nog. Jammer, jammer, echt waar. Want tijdens mijn stage was het echt elke dag zie ik de zon schijnen. En dan heb ik weekend dat voorbij en dan is het bewolkt. Oh, ja. Ik heb trouwens ook nog steeds die helm die ik terug moet brengen naar die dude. Van met die opening, met die pumptrick. Allee, dus ik zie jullie direct. Ik heb trouwens nog groter nieuws in verband met waar ik woon, maar daar kan ik... Daar ga ik echt nog niks over zeggen. Ik weet daar zelf ook nog niks over, niks zeker van, dus... I'm so lost in the world of black seas now. Lost in the water, got me look... Jullie weten waar we zijn. Hey, zijn die voor mij? Amai, dat moest je zien. Zeg. Die ging echt rennen voor haar leven, ja, dat is niet normaal. Dus we hebben... Ik kan ook filmen, hè. Dus we hebben inerte gassen. Dat kan argon of helium zijn, of een mengsel van die twee. Actieve zijn meestal argon met CO2 of O2, kan ook. Zo bijvoorbeeld actief gas bij ons, en gebruiken wij de Narcan Speed voor met een halve automaat. Oké, vertel jij nu eens een beetje. Net zoals ik net gedaan heb. Wat betekent de afkorting MIG-MEG? Metal inert gas, metal actief gas. Ja, laat het door. Ja, 10 op 10. Wat zijn we aan het doen? Aan het opzoeken, maat, want ik weet het niet. Moet je dat nu niet... Ik is geen Frans dat we moeten studeren. Broer, bij Frans, ik zou echt gewoon... Ik zou gewoon al op voorhand zeggen, ja... Un chien, vergeet het. Un chien, nee. Wat? Weet ik veel.
hoezo? Ja. I like the drum and bass for you. Dan moet weer kronkelen. Dus mannen, je hebt push, pull. Nee, kom zo niet. En push pull. En bij push pull komt een draad er gewoon niet uit. Nee, bij push pull trekt en duwt hij. Die trekt en duwt. Die gaat niet trekken en tegenduwen dat er gewoon. Killer stelt is. Ik ga je aan te schrikken. Ik heb die camera helemaal in duizend gezet, maar ik weet niet of je aan daar ging komen. Ja, duizend substick, daar is in je gat. Hoi, hoi. Mijn plan was eigenlijk om een gekke combinatie van bommetjes en zo te doen, maar er mag hier niet te veel water aan dat zwembad. Ja, schat. Ik mis gewoon niet. Ai. Jongens, ik heb er ook geen zin in, maar we moeten terug aan het werk. En we gaan door, man. We waren normaal klaar voor vandaag, maar we gaan door, man. Zie je normaal, als ik je vangen nu zie ineens. Helemaal supersonic. Supersonic is dat. Ho, ho, ho. Super zonnig, hè. Wat vind je dat echt leuk, die gemaakt? Kijk. Anthony, kijk. Hij wil echt die camera. Oh. Piep-poep. Piep. Hier, zit. Zit. Pot. Klink. Je komt gewoon weer naar boven. Je kunt geen genoeg van mij krijgen nu. Piep, hier. Hier. Nee. Piep, rustig. Oh, mijn laptop. Oh, fuck. Putain. Pas op. Ja, dat stond nog niet op beeld. Dat moet toch eerst even opstarten. Piep dan. Ik ben al bezig met filmen al heel mijn tijd. Ik doe mijn eigen kind. Ik ben al heel tijd aan het filmen. Wat gaan we morgen eigenlijk doen op school? Morgen. Giep tafels klaarzetten. Ja, voor mondelingen. I don't fucking know. I don't fucking know, man. Ik ben door, hè. We zijn echt al betere vrienden aan het worden. Ik zeg het je. Tot later. Ja. Oké, dat zijn je flikken. Ja, cool. Oei, dat is een mier. Ik heb letterlijk een mier in mijn. Ja, nog één. Ja, en die heeft echt geprikt. Marty. Tot morgen. Killer stelt is. Ja, man. Er staat dus sinds kort een licht. Ik was dat vorige keer gewoon vergeten. Ik kreeg gewoon door dat rood. Hallo. Kijk eens, Liana. Alles goed, hè? Alles goed. Ja, alles goed. Ik heb het even volgehouden, maar... Kan niet. Oh, nee. Over tattoos gesproken, mijn moeder had er een paar van België gegeven en ik wil dat echt wel doen, ja, cool met mijn voorhoofd of zo. Maar langs de andere kant zijn er hier kleine mannetjes die dat ook graag hebben. En Archie! Ja, jij gooit toch 100 euro naar boven nu? Welk? Jij gooit toch 100 euro naar boven nu? Nee.
Ah, een balkje dan, dat is ook goed. Ah, dat is een waterballon, hé, je bent zot. Die baby die jullie net zagen is van een meisje die hier ooit heeft gezeten. Ik weet niet, ik heb dat wel eens gezegd ergens in de vlog, maar ja, soms komt hij hier dus nog langs. Ik weet niet waar dat hij eigenlijk verblijft nu, maar soms komt hij hier weer langs en dan is die baby hier. Goed, ik ben ook gewoon thuis even de video van Gio aan het kijken en ik denk ook dat ik vanavond niks meer ga doen. Ik heb morgen school, dus ik denk dat ik de video hier voor vandaag ook rustig ga afsluiten. Boys and girls, bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Ik hoop dat jullie dit leuk vonden. En ik hoop dat jullie morgen terugkomen. Over 2 dagen of 3 dagen. Letterlijk nog 10 dagen voor die tattoo. I must see you later. Ciao.